Welkom bij het nieuwe seizoen van Beurs Insight. Elke week hebben we in dit programma een 1-op-1 gesprek met een bestuursvoorzitter van een beursgenoteerd fonds of met een bijzondere belegger of een specialist. Vandaag de gast Boris van der Ven, game- en techjournalist, tegenwoordig bitcoinjournalist, mag je je zo noemen. Ja, zeker. Afgelopen week, Boris, bestond bitcoin 10 jaar. Exact 10 jaar geleden dat die white paper kwam van Satoshi Nakamoto. Yes. De man van wie we nog steeds niet weten wie het is. Nee. Of misschien zijn het wel meerdere mensen. Ja. Laten we even kijken wat 10 jaar bitcoin ons gebracht hebben. Dan zie je de volgende grafiek. 10 jaar bitcoin ziet er ongeveer zo uit. Redelijk hysterisch. Laten we eens even kijken of we wat de diepte in kunnen gaan. Laten we beginnen met die white paper. Ja. Dat ging uit van een betaalmiddel, decentraal georganiseerd, decentrale economie. De banken zouden niet meer nodig zijn. Ja. Waarschijnlijk geen toeval dat uitgerekend in het diepst van de financiële crisis die white paper gepubliceerd werd. De timing was perfect. Ja. Ja. Inmiddels zijn we 10 jaar verder. De banken bestaan nog steeds. Bitcoin is alleen nog in de interessesfeer van nerds, echte liefhebbers. mensen die willen speculeren, wel of niet. En hier en daar een enkele crimineel. Maar het grote brede betaalmiddel is het nooit geworden. Nee, ik denk ook niet dat het helemaal de bedoeling is om het zo letterlijk te interpreteren. Mm-hmm. Kijk, om te beginnen, Bitcoin is een experiment geweest met een aantal verschillende eigenschappen. En in 10 jaar tijd is dat experiment ontzettend succesvol geweest. En als je kijkt dat 10 jaar geleden begonnen is als een puur technisch experiment, dan zie je dat het inmiddels uitgegroeid is tot iets wat een aantal verschillende waarden, aspecten heeft. Ja. Je hebt de technische kant, ja. Er is een speculatieve kant en er is ook een economische kant. En als je al die drie waardes, eigenlijk al die domeinen eigenlijk goed kunt overzien, dan pas kun je iets zinnigs zeggen over de speltheorie van Bitcoin. Oké, laten we dan die afzonderlijke waarden, zoals je ze noemt, maar eens even langslopen. De technische kant, de achterliggende de technologie, blockchain. Volgens sommige panacee was een beetje al problemen die we hebben, ook problemen die we nog niet kenden. Ja. Maar de praktijk is weer barstig. Nou, dat woord is een hypewoord geworden. Ja. Dat inmiddels gebruikt wordt om geld te krijgen voor investeringen. Het is beter dat we dat woord direct vergeten. Het probleem wat Bitcoin echt oplost is het feit dat wij zonder tussenkomst van een derde partij een betaling naar elkaar kunnen doen die onherroepelijk is, die echt voor altijd wordt vastgelegd. En dat is uniek. En denk er maar eens over na. Dat is nog nooit eerder in de techniek voorgekomen dat dat kon door middel van een digitale transactie. En dat is echt nieuw. En daarmee is een wiskundig probleem opgelost wat zo fundamenteel was voor het doen van digitale betalingen. En dat is namelijk het feit dat een eigenlijk een double spend probleem. Dus als iets digitaal is, zou je het meerdere keren kunnen uitgeven. Ja. Het is makkelijk om iets wat digitaal is te kopiëren. Hetzelfde geldt voor digitaal geld of digitale transacties of wat dan ook. Dat is makkelijk. En dat probleem is opgelost. En dat is eigenlijk tot op dat moment dat die white paper verscheen, was dat nog nooit eerder gelukt. Oké, dan is dat probleem opgelost. En wat kun je er dan mee? Dan kun je er waarde mee overmaken naar iemand anders. Juist. En het interessante is dat het eigenlijk sindsdien is uitgegroeid tot een soort basis. Kijk, wat vaak gezegd wordt, Bitcoin is geen geld. En daarom is het een gefaald project. Want de euro werkt beter om je koffie mee af te rekenen. Mm-hmm. Bitcoin is daar helemaal nog niet. En het is de vraag of het wel ooit de bedoeling was om daar te komen. Bovenop Bitcoin zouden allerlei lagen gebouwd kunnen worden die en schaalbaar zijn, die goedkope transacties veel sneller kunnen uitvoeren dan dat het Bitcoin-netwerk dat op dit ogenblik kan. Dus het interessante is dat we zo meteen dus een situatie krijgen waarbij er allerlei transacties plaatsvinden in lagen bovenop het Bitcoin-netwerk, waarbij de onderliggende transactie een bitcoin-transactie is. En dat lijkt een beetje op de situatie die we hadden met papiergeld. Papiergeld was in feite een vertegenwoordiging van het goud wat bij de banken lag. Ja. En datzelfde gaan we zo meteen bij bitcoin kijken. Oké, maar je hebt hier niet een instantie of een institutie als een centrale bank die waarde garandeert. We zagen net die bitcoin-grafiek over de afgelopen 10 jaar. Met name die hysterie van het afgelopen jaar, precies een jaar geleden. Geeft toch aan dat als het gaat om economische toepassing,
de bitcoin niet zo handig is. Als je een pizza betaalt met één bitcoin, dan is hij het ene moment een paar euro waard en een jaar later het honderdvoudige ervan. Ja. En dan gaan we naar de hele andere kant van het spectrum en dat is de speculatieve waarde van bitcoin. Ja. En dat is precies dat. Het is speculatie. Het is een techniek die nieuw was, die niet gebruikt werd, waar een paar mensen in zijn gestapt en het groeit. Ja, en hoe groeien dingen? Dat zien we aan de dotcom-bubbel. Blijkbaar groeien dingen op deze manier. Ja. Maar nogmaals, praktisch toepasbaar in deze zin is het niet. Nee, we zijn er gewoon nog niet. En waar hangt dat dan vanaf? Adoptie, dat is heel erg belangrijk. Mm-hmm. Maar ook technische innovatie. Het is heel erg belangrijk dat Bitcoin schaalbaar wordt. Die stap hebben we eigenlijk halverwege vorig jaar gezet. Toen SegWit geactiveerd werd op het Bitcoin-netwerk... kregen we eigenlijk de mogelijkheid om allerlei technische toepassingen bovenop Bitcoin te bouwen. Yeah. Dus als je zegt van ja, Bitcoin... Licht even toe dit. Nou, SegWit maakt het mogelijk om in extra lagen, bijvoorbeeld snellere betaaltoepassingen te bouwen, die misschien wat minder veilig zijn, maar wel sneller en goedkoper. Of misschien wel nog veiliger zijn, doordat ze bijvoorbeeld anoniem zijn, maar weer minder snel, weer minder goedkoop. Dus al die dingen zijn mogelijk. Smart contracts, alles is mogelijk om dat bovenop Bitcoin te bouwen op het moment dat, dat die techniek daar is. En dat wordt echt op dit ogenblik wordt dat ontworpen en toegepast. Ja, maar intussen is diezelfde Bitcoin nog steeds en verwante munten inmiddels ook. Voer voor speculanten, zullen we zeggen. Er wordt lekker op gespeculeerd. Ik weet niet of je die Bitcoin ETF nu al wel hebt of nog niet. Maar als die niet is, dan komt die er binnenkort. Ja. En dat is natuurlijk niet heel gunstig voor de waardeontwikkeling. Maar dan hebben we het weer over die speculatieve kant. Ja, maar dat hangt er toch mee samen? Nee, dat vind ik dus vertrouwen niet. In een munteenheid of een betaalmiddel, zo je wilt, valt of staat toch met de vertrouwen in wat het waard is uiteindelijk? Ja, maar dan hebben we... Bitcoin is nog geen betaalmiddel. Het is een klein beetje de vergelijking met toen het internet net ontwikkeld werd en dat mensen riepen van ja, dat e-mail dat moet de post gaan vervangen. Maar dat kan toch nooit, want we hebben pakketjes. Mm-hmm. Het was heel moeilijk voor mensen op dat ogenblik om eigenlijk te overzien wat internet ging worden, omdat er waren geen toepassingen. En ik denk dat je Bitcoin moet vergelijken met het internet van geld. Op het moment dat wij zometeen voorwaarden kunnen stellen aan een specifieke transactie bijvoorbeeld, door te zeggen van nou, iemand doet een bepaald werk. Als dat werk wordt afgeleverd, dan kunnen wij allebei een goedkeuring geven aan een bepaalde transactie. En dan kunnen we in verschillende continenten zijn en die transactie kan overal ter wereld plaatsvinden. Dat is iets wat geld op dit ogenblik niet kan. En zodra dat nodig is, dan zijn er partijen die daarvoor opstaan. Dus bijvoorbeeld banken die zeggen, wij kunnen wel zo'n transactie uitvoeren. En het mooie van Bitcoin is dat we niet meer banken of politici of wie dan ook hoeven te vertrouwen met het uitvoeren van die transactie. Omdat het wiskundig geregeld wordt. Het wordt gewoon digitaal vastgelegd. Maar moeten we dan Bitcoin hebben uiteindelijk? Of een van die vele andere munten? Ja, dat is een goede vraag. In mijn ogen alleen Bitcoin. Bitcoin was de eerste. Heeft technologisch gezien de grootste voorsprong. Mm-hmm. Heeft naast de speculatieve waarde en de technische waarde inmiddels ook economische waarde gekregen. Als je die lijn doortrekt, dan zou je zelfs kunnen zeggen dat Bitcoin op een dag politieke waarde heeft misschien. Andere coins komen daar nooit. En niet in de laatste plaats, omdat er bij al die andere projecten altijd iemand aan het hoofd staat die bijvoorbeeld de transacties kan terugdraaien of misschien onder druk kan worden gezet of in de gevangenis kan worden gegooid. Of daar kan wat voor dan ook mee gebeuren om maar invloed te hebben op die transacties op dat netwerk. Bij Bitcoin kan het allemaal niet. Tegelijkertijd weten we dat bij Bitcoin de oplage beperkt is. Ja. Ja, dat maakt het natuurlijk misschien als betaalmiddel ook niet heel erg stabiel. Jawel, want het is schaalbaar. Je hoeft niet één bitcoin te betalen. Je kunt in feite zoveel nullen achter de komma zo meteen toevoegen. Dus dat is wat de speculatieve kant van bitcoin interessant maakt. Ik heb 0,0001, 7 dollar cent of zo. Ik kan daar verder niks mee. Ik zeg het nog, ik kan het niet eens overmaken. Want de kosten daarvan zijn veel hoger dan wat ik er uiteindelijk aan overhoud. Nog niet. Ja. Maar dan kun je dus ook geen kleine betalingen doen. Wat ik al zei. Het Lightning Network is de technologische toepassing een extra laag bovenop Bitcoin, waar dat wel kan. Wat is er nodig om die acceptatie wel te krijgen, denk jij? Ten eerste moet de technologische kant verder ontwikkeld worden. Dus dat Lightning Network, dat moet werken. Wij moeten bij wijze van spreken een bedrag van 5 cent zonder kosten direct naar elkaar kunnen overmaken. Nou, daar zijn we. In feite zijn we er al. Die techniek is er al, maar het is nog beta. Het is nog niet helemaal uitgerold. Op het moment dat mensen dat zien,
Dan denk ik dat het toegepast gaat worden. En nogmaals, we hebben hier in Nederland hebben wij de euro. En dat werkt fantastisch voor het kopen van een koffie of een pizza of wat dan ook. Werkt echt geweldig. Maar op het moment, en ik heb dat als ondernemer ook meegemaakt, op het moment dat je bijvoorbeeld een financiële transactie van een paar duizend euro naar China moet doen, dan loop je opeens tegen grenzen aan waarvan je niet kon vermoeden dat ze bestonden. Ja. En met Bitcoin heb je dat dan. Bitcoin kent geen grenzen. Het is super simpel om ongeacht welk bedrag waar ook ter wereld over te maken door middel van Bitcoin. En dat is een killer applicatie die absoluut niet voor mina uit assen is, maar die uiteindelijk wel het verschil gaat maken. Wat nou als een Europees land, een euroland, en dat is niet helemaal geheel ondenkbaar wat ik nu zeg, besluit om de euro op de blockchain te zetten? Ik denk dat dat niet zoveel zin heeft. Ik denk eerder dat het tegenovergestelde gaat gebeuren. En dat is namelijk dat landen zullen besluiten om Bitcoin toe te voegen aan hun nationale reserves. En als dat gaat gebeuren, dan gaat er een nieuwe waardeaspect in werking. En dat is namelijk de politieke fase waar Bitcoin in terecht komt. En dan gaat het heel erg lijken op wat goud heeft doorgemaakt. En dat heeft eeuwen geduurd. En Bitcoin bestaat pas 10 jaar. En dan? Maar dan krijg je dan is die grafiek die we net lieten zien. Kinderspel. Dat gaat allemaal nergens meer over. Ja. Maar nogmaals, dat is de speculatieve waardeaspect van Bitcoin. En persoonlijk heb ik daar niet zo heel veel mee. Nee, maar het bepaalt natuurlijk wel wat mensen uiteindelijk met die Bitcoin kunnen doen. Ik denk dat de technische kant bepaalt wat mensen ermee kunnen doen. Maar die prijs bepaalt alleen wat je ermee kunt kopen. En ik denk dat je uiteindelijk meer kunt doen met Bitcoin dan alleen financiële transacties. Want je zou je voor kunnen stellen dat het ook kan dienen als waardeopslag bijvoorbeeld. Het kan ook dienen om bepaalde smart contracts uit te voeren onder bepaalde omstandigheden. Waar je zelf de voorwaarden voor stelt. En ja, hoe dat precies gaat werken, dat gaan we ontdekken, want dat is een beetje bedenken wat internet gaat doen op het moment dat internet nog niet bestaat. Boris, dankjewel. Kijkers thuis, elke dag zijn we te vinden online via rtlz.nl. Wil je weten wat onze specialisten vinden van Bitcoin, hoe cynisch ze zijn, kijk dan op rtlz.nl. Je vindt daar bij Beurs Insight nog meer van de uitzending die we afgelopen maandag hebben opgenomen. Dag. RTLZ Beurs Insight wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.